vrienden, 24 december, vanavond de nachtmissen. Morgen en vannacht de geboorte van de Heer. Maar de 24e december heeft ook een eigen liturgie. De ochtendmis, een eigen evangelie. Wie komen we daar tegen? Zacharias. Hij uit zijn lofzang. Maar er gaat iets aan vooraf. En dat is de lofzang van Maria. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria heeft zojuist gehoord dat ze moeder zal worden. Van de Zoon van God zelf. En met haast gaat ze naar haar nicht Elisabeth. En Elisabeth groet haar. En Maria spreekt haar lofzang uit, haar jubelzang. Dat God heeft neergezien op de nederigheid van zijn dienstmaagd, zoals zij zichzelf noemde. Wat gaat er aan vooraf? Zacharias en Elisabeth. Ze zijn op leeftijd. En de wens is onvervuld gebleven. Een kind. Maar dan engel brengt een bezoek aan Elisabeth en Zacharias. Zeker, uw vrouw is op leeftijd, maar ze zal nog een kind krijgen. En Zacharias kan het eigenlijk niet geloven. En hij wordt dan ook met stomheid geslagen. Dat is ook het verschil. Er is een parallel tussen de twee concepties, hè, bij Maria en bij Elisabeth. Maria toont haar geloof. Hoe zal dit geschieden? Mij geschieden naar uw woord. En Zacharias, hij kan het aanvankelijk niet geloven. Hij wordt met stomheid geslagen. Hoe gaat het verder? Uiteindelijk wordt het kind geboren. En meteen wordt zijn tong losgemaakt. Even nog niets. Want als ze vragen hoe moet het kind heten, Elisabeth zegt Johannes moet hij heten. Ja, maar er is niemand in de familie die zo heet. En dan gaan ze naar Zacharias. En dan merk je dat hij nog steeds niet kan spreken. Want, en ook niet kan horen, want met gebaren, niet met woorden, met gebaren maken ze duidelijk hoe zal hij heten. En dan vraagt hij een schrijftablet om het op te schrijven. En wonderlijk, Johannes zal hij heten. En dan wordt zijn tong losgemaakt. En dan jubelt Zacharias het uit. Het is de lofzang van Zacharias, dat wat we, wat priesters, wat kloosterlingen, wat we elke ochtend bidden in het ochtendgebed, begint met het Benedictus. Gezegend zijt gij. In het eerste gedeelte is een lofzang aan God. Het tweede gedeelte is een lofzang op zijn zoon, Johannes. Hij zal een wegbereider zijn. Het huis van David. Hij zal komen en Johannes zal hem aanwijzen. Het wordt voorzegd door Zacharias. Het is niet voor niks dat we in de eerste lezing van deze dag ook David tegenkomen, het huis van David. Door de profeten was beloofd dat uit het huis van David er zou een nakomeling komen, de Messias zelf. Die zou heersen voor eeuwig. Koningen worden opgevolgd, de een door de ander, maar deze zal heersen voor eeuwig. En dan weten we dat we het niet alleen over een mens hebben, maar over God zelf. Daar heeft Israël altijd aan vastgehouden. Ondanks verdeeldheid, ondanks ballingschap. Vergeet niet, voordat Johannes optrad, de laatste profeet, er zit 400 jaar tussen. Tussen de laatste profeet en Johannes. En dan die lofzang van Zacharias. Hij toont zijn vertrouwen dan zijn geloof. En hij laat zien, ja, hij komt die Messias. Wonderlijk is trouwens ook, hij wordt met stomheid geslagen. We lezen natuurlijk vaak, het is ook de profeet die zegt, de Messias, blinden zullen de ogen geopend worden, doven zullen horen, lammen staan op. Ook dat wordt allemaal bewaarheid. Alles wat in het Oude Testament staat, wat profeten voorzegd hebben, het komt allemaal samen bij Jezus. Zacharias, dat is het tegenovergestelde. Die kon goed horen, die werd met stomheid geslagen. Soms merk je dat het andersom is. Ook bij Paulus. Paulus zag prima. Maar toen hij de Heer ontmoette, hij werd met blindheid geslagen. Dat is wonderlijk. En toch, dat heeft een betekenis. Paulus, met blindheid geslagen, ontmoette de Heer. Hij trok zich 3 jaar terug. En toen heeft hij in zijn hoofd enorm moeten worstelen, wie is die Jezus die ik ontmoet heb? En uiteindelijk
Ja, hij heeft het luid en duidelijk verkondigd. Lees de brieven van Paulus. Ook Zacharias werd met doofheid geslagen. Hij had tijd om na te denken. En het geloof groeide. Misschien een tip voor u. Ik hou niet zo van oudejaarsbeloftes of nieuwjaars voornemens. Ik ken iemand die is al voor de 18e keer gestopt met roken. Ze schiet allemaal niet zo op. Eén ding kan wel. Neem eens voor een vast tijdstip. Dan misschien niet per dag, maar wel per week, een uur. Maak het stil. Maak het stil. Sluit je af, ook voor, met de ogen voor die beelden die heel de dag langskomen. Maak het stil. God spreekt. Hij komt. Vanavond is het zover.